Hallo, ik heet Veerle Meulenaar, ik ben 14 jaar en ik ga aankomend weekend naar het EK. Ik ben Olivier Split, ik ben 17 jaar oud en ik ga volgende week naar het EK schermen toe. En dan hebben we het over het Europees kampioenschap dat vanaf komend weekend in Bulgarije gehouden wordt. Veerle en Olivier trainen beide bij Schermcentrum Noord aan de Van der Hoopstraat in de wijk De Hoogte. Sinds afgelopen najaar hebben ze meegedaan aan diverse kwalificatiewedstrijden. En onlangs kregen ze te horen dat ze zich beide geplaatst hebben voor zowel het EK als ook het WK. Yes, het is me weer gelukt. Ja, daar was ik heel blij mee. Al een beetje zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Hoe komt dat? Het blijft toch altijd wel weer spannend om te kijken hoe het gaat op het... Een van de hoogste dingen wat je kan bereiken in deze leeftijd. Schermen. Het lijkt zo eenvoudig. Het benaderen van je tegenstander en dan proberen om met je steekwapen punten te scoren. Maar zo simpel is het niet. Nou, je hebt allebei een beschermd pak aan. En dan heb je drie disciplines. Floret, sabel en degen. En dan ga je tegen elkaar schermen, tot aan de finale, zeg maar. Dit is een floret en hier heb je het puntje waar je mee, als je die indrukt, dan gaat die over en dat zie je dan op het apparaat. En hier heb je de greep en de komstekker waar je een kabel in doet die je verbindt met het apparaat. Het is niet zo dat je alleen maar op elkaar afredt met een stokje en op elkaar dan moet raken. Het is, er komt veel meer bij kijken. Je hebt regels waar je aan moet houden om bepaalde punten te krijgen. Je hebt trefvlak waar je moet raken en waar niet. Veerle en Olivier weten waar ze over praten. Het is een sport die ze al beide vanaf jonge leeftijd beoefenen. Toen was ik 5 jaar toen ik begon. Toen werd ik gepest op school. En mijn ouders wouden dat ik een zelfverdedigingssport ging doen. Zodat ik me kon weren tegen de pesters. En mijn vader liet een filmpje zien van schermen. Want judo en boksen, dat leek mij niks. En het eerste filmpje dat hij me liet zien, ik was meteen verkocht. En ja, toen ben ik meteen begonnen. Ik ben gaan kijken en ik was meteen verkocht. Ja, ik deed een paar verschillende sporten. Ik deed aan zwemmen, tafeltennis en schermen. En ik vond eigenlijk schermen het allerleukste van die drie. En toen ben ik daarmee doorgegaan. Je moet heel veel tactisch en technisch inzicht hebben. En je moet al voordat je wat gaat doen, moet je eigenlijk een plan hebben wat je wil gaan doen. En ja, het is ook gewoon, fysiek is het wel heel erg inspannend. En ja, dat samen is het eigenlijk wel, maakt het wel heel leuk. Om zo optimaal mogelijk te presteren, wordt er getraind. Nou ja, zeg maar gerust, heel hard getraind. Dit gebeurt onder leiding van de Hongaarse schermtrainer Tamás Krajs. Ik denk rond 15 denk ik. 12 tot 15 uur in de week, dat is heel veel. Ja. Maar ik zit ook op een topsportschool, dus dat kan ik 's ochtends ook trainen. Dus dat is wel... Daardoor lukt het wel goed. Veel mensen vragen ook van hoe is het combineren met school? Want ik zit op een gymnasium, dus dat is ook al echt next level. Dat is echt heel lastig. En het is nu nog te combineren. Alleen we moeten nog zien hoe lang dat volgehouden. Veerle reist komende zondag af naar het Bulgaarse Plovdiv, waar het EK gehouden wordt. Olivier reist een aantal dagen later af. Maar hoe schatten ze hun medaillekans in? Dat zou heel leuk zijn. Ja. Nou, ik ga niet in de prijs vallen, dat weet ik wel zeker. Dat is gewoon nog geen optie voor mij. Maar wij proberen als land bepaalde rankings te halen. Dan hoor je bij de laatste 16 of laatste 32 of laatste 64 van de top Europa. Mijn doel is eigenlijk om sowieso wel een plek bij de beste 32 te bereiken. Dat zou wel een mooi resultaat zijn. Want ik zit nu het eerste jaar in de onder 20 categorie. Dus het zou wel een mooi resultaat zijn.
Bescheiden, maar realistisch zijn ze. Ondanks dat Nederland op dit moment een kleine speler is in de schermwereld, gaan Veerle en Olivier daar misschien in de toekomst verandering in brengen.